Hoi Simmers, welkom bij weer een nieuwe Random Genetics Challenge video met de Sims hier honden en katten en de Sims hier mijn eerste huisdieren. Nou, vorige keer hebben we Victor gemaakt, waarvan je hier nogal een geschokte blik kan zien in de hoek. Als je die video nog niet hebt gezien, kijk die dus ook vooral. Maar dit keer gaan we dus werken aan een hond. Alleen of het een grote hond is of een kleine hond, dat weet ik nog niet. Maar jullie inmiddels wel, want jullie hebben de titel al gezien en de thumbnail. Maar we gaan gewoon na 3 keer klikken eerst even kijken wat voor ras het wordt. En daaruit gaan we dus kijken of we gaan werken met een grote of een kleine hond. Dus daar gaan we. 1, 2, oh. 2, 3. En het wordt een grote hond. Dat betekent dus dat het een vrouwelijke hond wordt. Want vorige keer hadden we bij de grote honden een mannelijke hond. Dat was Gizmo. En oh, Gizmo is echt een figuur apart hoor. Dat vond ik zo'n geweldig resultaat wat eruit kwam. Ja, die moet je ook vooral kijken. Dus klik vooral hier rechts bovenin als je Gizmo wilt zien. Maar we gaan dus nu een vrouwelijke hond doen met deze challenge. En dat wordt Audrey Molenaar. Oké, nou we hebben het ras dus al. Dan gaan we kijken naar het lichaam. Wat voor lichaam gaat Audrey krijgen? Nou oké, prima lichaam. En de staart. Een krulstaartje. Die omhoog blijft staan. Die op de rug van de hond blijft hangen. Oké. Wat voor vacht? Oh, een licht kleurtje. Er beginnen al veel veranderingen te komen. Maar dit is een van de grootste veranderingen, vind ik altijd. Want hier gaan we, vooral bij honden, hier gaan we dus natuurlijk werken aan de type vacht. En dan kan je dus echt, nou ja, je kan hier bijvoorbeeld poedelachtige vacht krijgen. Of heel dikke vacht, zeg maar. Dus ik ben benieuwd. 1. Kijk, dit maakt al de hond meteen anders. 2. En de volgende wordt hem. 3. Ah, korte krulletjes. Oh, dat is wel schattig. Maar nou een van de andere momenten die je echt de hond gewoon kan maken of breken. We gaan het gezicht aanpassen met deze challenge. En het wordt dit. De kop staat er niet helemaal bij, maar het staat ook weer niet super verkeerd of zo. We gaan wel een beetje richting Gizmo zo. De oren. Oh, alerte hond. Hij krijgt ook een goede neus. Een grote roze neus. En de ogen, die zijn nu heel klein. Dus dit kan nog van alles worden. Oh, ze kunnen nog kleiner blijkbaar. Maar ik mag nog een keer klikken. Oh nee. Oh, Audrey. Waarom nou? Je kijkt scheel. En ik weet niet uit mijn hoofd of er bij de Sims honden en katten of mijn eerste huisdier accessoires een bril voor accessoires zit, maar alsnog dan mag ik die niet aanklikken, want het is de challenge dat ik 3 keer op het toppelsteentje moet klikken en dat wordt de hond. Dus dit is gewoon Audrey. Ik mag hem alleen nog aankleden met de dobbelsteen. Ik weet niet eens of we een brilletje hebben, volgens mij niet, hè? Nee. Oh jee, echt. Hij kijkt naar hier of zo, hier. Lijkt het. Dus. Oh, oké. Dierenkleding. Gaan we hoor. 1. Een roze t-shirtje. 2. Met een blauw strikje. En 3. Een halsband. Oké. Een roze t-shirtje met een spijkerige halsband. Dit is dus Audrey. Nou, hoe gaat hij als we hem uitlaten? En dan krijgt hij een gewone halsband met een hartje. Ja. Een bijzondere hond. Ik moet zeggen dat bij Gizmo ik echt super veel meer lol had. Maar oh, ik vind het zo zielig, die oogjes. Het is
Dit is wel een hele bijzondere combinatie geworden. Arme Audrey. Nou, net als Victor. Ja, Victor is dus al op de galerij gezet. Die ga ik eraf halen. En ik ga nu een nieuw bestand opzetten met Victor en Audrey samen. Zij komen dus samen op de galerij. Dus als je interesse hebt in hun of in een van hun, kijk dan vooral op mijn account Kimpuls. En bedankt voor het kijken.